Ja, hier is Fishy weer. En vandaag weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. En ik hoop dat jullie deze nieuwe serie in ieder geval leuk gaan vinden. Als jullie het leuk vinden, moet je even een blauw duimpje achterlaten natuurlijk. Wat de bedoeling is in deze serie is gewoon, ik ga op Advanced Warfare. Want Advanced Warfare upload ik niet zo heel veel. Ga ik een supply drop openen. En ik ga direct gewoon met dat wapen spelen. Heel erg leuk. Dus we gaan gewoon kijken. Het kan van alles zijn wat ik uitkrijg. Ik heb trouwens al twee. Dus we gaan kijken of ik in ieder geval uit de eerste in ieder geval een leuk wapen krijg. En dat is pure aids. En ik zie dat mijn armor die ook vol is, want dat maakt helemaal niet uit. MK14 Ultra Light Professional. Nou, dan gaan we die maar even equippen. MK14 op, ik ga even op deze zetten. Ik speel er nooit mee. Heerlijk. Dus dat betekent dat ik helemaal niks heb. Holla die. Dus we pakken even een Exo Launcher erop. En ik denk Low Power, Flex Jacket, Blind Drive, Scavenger, Blast Pressure. Ja, Toughness. Ja, dat is eigenlijk wel heel erg handig, hè. Ik ga gewoon Toughness opzetten in plaats van Scavenger. Aangezien ik toch, kills op een rij zal kunnen maken waarschijnlijk. Ik zal hem wel eventjes aan op support zetten. En ik zal hem eventjes op Threat Detection zetten. Dat is in ieder geval altijd leuk natuurlijk. En we gaan eventjes een Orbital Care Package gewoon inzetten voor de YOLO. Kijken of ik dat kan halen. En een System Hackje. Domination op Solar. Oké, dat is mooi. Hoge ranks. Zegt niet zoveel natuurlijk, want het is skill-based matchmaking. Maar we gaan kijken hoe dat ding functioneert. Is het wel een leuk wapen? En ik kan hem altijd daarna weggooien natuurlijk. Ja toch? Voor de XP. Voor de XP'tjes. We gaan even kijken. Solar. Ik vind Solar ook niet zelf zo'n map dat ik denk van, dat vind ik helemaal niks, weet je. Maar, ik vind eigenlijk bijna geen enkele map in Advanced Warfare leuk, als ik heel eerlijk ben. Dus ja, MK14, nou daar gaan we. Ben ik al te laat, al zelfs voor die eerste cap. Oh my fucking god, even kijken hoe dat ding. Oké. Het is wel, je moet wel een triggervinger hebben. Een triggervinger. Ik speel altijd met Blast Press. Want ik vind het fucked up irritant. Als ik. Waar ben je? Ik was je kwijt. Dat is zo irritant, nou zie ik niemand meer. Sterker nog, eigenlijk heb ik nog. Oh, what the fuck? Wat kom jij gedaan? What the fuck? Wat? Dit is toch helemaal niks, man? Dat is toch helemaal niks, zo'n wapen? Daar ga ik toch niet mee spelen? Wie gaat er nou mee spelen met zo'n wapen? Nu al een bombing run. Hoe kun je nou nu al een bombing run tegen krijgen? Ik krijg altijd van die kut shit, jongen, tegen in deze game, jongen. Even kijken, waar zitten ze? De vraag is natuurlijk, wanneer krijgen we een System Hack tegen? Wanneer gaan we een System Hack tegen krijgen, jongens? Kijk of hier zit, nee, zit iemand! Eigenlijk zou je dit gewoon even alleen maar Ground War moeten... Ground War moeten spelen, hè? Maar... Godverdomme! Kom maar, helemaal niemand tegen! Wat een kutwapen, jongen, dat ik speel nooit met een MK14. Pure aids. Nou, kom maar hier. Helemaal YOLO hier alleen. Drie man komen naar me toe. 4 tegen 5. Oh ja, dat is heel erg leuk. Ja, tuurlijk, dat is zo fucking leuk. Oh, ik ben al slecht in AW. En dan krijg ik ook nog een keertje zo'n zo'n wapen. Ja, dat is ook niet echt. Jezus, mensen. Ja, waar zit je? Oh, waar zit je dan?
Ik vind het echt irritant. Er staat nou 2 tegen. 2 tegen 7! Regular! Oh ja, ook nog Glitchy. Glitchy kan er ook nog wel bij natuurlijk. Jezus, 2 tegen 7? Ja, 2 tegen. Of is het die 1 in de wacht of zo? Dat kan ook, hè? Geloof ik dat het zo werkt. Bij AW, dat je in de wacht gaat staan, zeg maar. Tot er een ruimte vrijkomt en dan... Godverdomme! Kom ik weer achter iemand. 2 om 8. Jee! Yeah! Oeh, ik ben goed, man. In Advanced Warfare. Ja, ik speel. We gaan ook een keertje gewoon echt. Hoe heet ik weer? Van die snipe. Of die... Oh, oh, oh. What the fuck? What the. Oh, daar ben ik zo. Oh, waar ben ik fucking motherfucking slecht erin, zeg. Zo kut spelen dit, hè. Jezus, mensen. 2 om 10. Ja, er komt weer eentje daar. Ja, 3 man. Ja, ik ben al helemaal geowned word ik hier. Zo, heb ik hier een track UV. Dat scheelt alweer wat. Huppa. Ja, daar kun je niets aan doen. Kijk, ik speel net even tegen 3 man en... Ja, dan is het wel kut. What the fuck? Nou, hier kan ik wel op gaan staan, want dat maakt nog niet uit. Ja, kutzooi! Nou, in ieder geval... Een paar punten meenemen naar de volgende ronde. Kom maar. Toch nog 50 puntjes mee in de volgende. Oké. Oké. Die gasten hebben het heel erg naast de zin. Schijnbaar, ja toch? COD 2015 Championship stond daarin. Nou. 4 om 13. Dat is niet echt heel erg goed, maar dat is misschien een lichte understatement. Toch bullshit! Kan toch gewoon echt niet! Ah, daar hebben we die system hack. Natuurlijk. All streaks equipment has been disabled. Oh ja, oké, lekker. Nou, daar gaan we maar weer. Echt een pure eet zitten! Wauw. Ik krijg alleen maar hitmarkers! Zo! Jezus! Ja, kom op. Come on, zeg! Oh, die andere had ook 10, 26. Dan word je ook niet echt, ja. Hoe moet ik zeggen? Vrolijk van. Ja, pak wat. Paladin natuurlijk, ja, dat is waar ook natuurlijk. Ah! Weer! Oh! Waar zitten die gasten? Dat is gewoon slecht. Maar ja, kijk eens. Ja, dat is gewoon echt pure aidsit, jongens. Oh, nou, weer een... Ja, ik heb wel bijna mijn tredje hoef je. Nou, dat is mooi, hoor. Solar Reflection Toren over mijn kutkop heen. Jongen. Nee! Niet te spelen, dit...
heb een kill, jongens. Ik heb een kill. Oh, wat ben ik pro. Ik ben fucking pro. Ik hou van en... Hey, die is wat kill. Huh? Kijk hoeveel kills ik nog moet maken, trouwens. Oh, reloaden. Nou. Ah, jammer. Hey, een care package. Woo! System hack. U weet het zelf. En nou krijg ik gewoon een paladin eruit. Kom, jongens, moet je opletten. Ik krijg gewoon een paladin eruit. Nou, toch wel. Nee, mooie recon drone. Daar heb ik echt fucking veel aan. Ik hou van recon drones. Ja. Comeback is real, jongens. De comeback is real. Kut, Tony. Nou, als ik jullie mag aanraden, hè? Gebruik dit wapen niet. Maar dat is een, dat is misschien wel, tip van de dag. Dit is de tip van de dag. Niet gebruiken de MK14. Niet gebruiken. Of je moet een rapid fire controle hebben. Wat is trouwens met die lobby in hand? Dit is ook weer 7 man, zie je, bij de tegenstander. Want volgens mij is het die ene, met 0, blijft dan in de lobby wachten of zo, tot je dan vrijkomt en zo. Nou, helemaal aids. Ik zou zeggen, jongens, geef een duimpje omhoog. Tot de volgende keer en bye bye.